Op dinsdag 31 mei werd er gestaakt. Ook de openbare omroep staakte mee. Dat zorgde voor een aangepaste programmering op radio en televisie. Chloe, waarom staakten de werknemers van de VRT mee? Ja, de VRT deed mee aan de staking om een heel concrete recente aanleiding, het zogenaamde transformatieplan. Daarin kondigde de directie van de omroep onlangs besparingen aan, waardoor er onder andere 116 naakte ontslagen zullen vallen. We zagen ook enkele thuisgezichten mee staken. Die hebben daar ook een directe aanleiding voor, hè? Ja, inderdaad. Onlangs was er het nieuws dat thuis zal worden uitbesteed aan een extern productiehuis. Volgens de VRT zouden er met de thuisploeg erbij in totaal 236 jobs dreigen te verdwijnen. De VRT-vakbonden eisen dan ook een stop op de besparingen en de privatisering van de openbare omroep. De drie vakbonden hebben dinsdag de hele dag actie gevoerd aan de ingangen van de openbare omroep. En de staking had dinsdag een impact op het aanbod van de televisie en de radio. Ja, dat klopt. Thuis werd niet uitgezonden en daarnaast waren de journaals op televisie korter dan we gewend zijn. Op één werden er buiten de journaals ook geen dagverse programma's gemaakt, dus geen ter zake en de afspraak. En op radio was er dan weer weinig presentatie en vooral muziek te horen. Het nieuws over die besparingen staat wel in schil contrast met wat we de afgelopen weken lazen over enkele VRT-gezichten. Ja, Humo deed onlangs een opvallende onthulling over de best betaalde tv-gezichten van Vlaanderen. Koen Wouters staat in de top 5, maar opvallend, hij is het enige VTM-gezicht. De vier andere tv-gezichten werken voor de VRT en dat zijn Tom Waas, Philippe Geubels, Karel van Nieuwkerken en Niels de Stadsbader. Ze zouden jaarlijks 500.000 euro en zelfs meer verdienen, minstens 40.000 euro per maand. Niels de Stadsbader maakte afgelopen zomer nog maar pas de overstap van VTM naar VRT. Chloe, zou geld een drijfveer kunnen geweest zijn voor zijn overstap? Ja, Niels vertelde enkele maanden geleden in een interview dat hij niet voor minder geld naar de VRT is overgestapt. Hij zal dus niet veel loon hebben moeten inboeten en misschien krijgt hij zelfs meer bij de openbare omroep. Dat is natuurlijk wel een wrang gegeven aan het nieuws over die besparingen. Niet alleen voor de VRT-werknemers die hun job dreigen te verliezen, zijn dat dan pijnlijke openbaringen, nietwaar? Ja, nee, de belasting. Belastingsbetaler financiert de VRT natuurlijk ook. Denk maar aan Iedereen Beroemd rubriek en dat met uw belastingsgeld. €37,95 per jaar betalen we jaarlijks als belastingsbetaler aan de openbare omroep. Dat valt op zich wel mee, maar een heel groot deel daarvan blijkt dus wel naar de exuberante lonen van die vier VRT-gezichten te gaan. Hier is duidelijk nog niet het laatste over gezegd, hè. Bedankt Chloe voor jouw gesprek.